Minister Jette klaar was met praten. Dacht ik, nou ja, misschien kunnen we toch nog wel enigszins positief voorleggen aan onze fractie de wet. Nee ja. Maar hoe, hoe gaat deze ik naar... zin aflopen? Ja, deze zin gaat pijnlijk <laughs> aflopen. Want hoe langer ik naar minister de Jonge luister, hoe minder overtuigd ik raak. En dat doe het dan gewoon alleen de volgende keer. <laughs> ja, voorzitter, dat was uh, buiten de microfoon niet zo'n hele gek suggestie misschien, maar in nou. 2020. Laten we, laten we. Dit is een nergens gezellig. voor nodig, voorzitter. Laten we Dit is nergens gezellig gezellig voor nodig. Eindigen. Nou, voorzitter, uh, ik heb in 2020 is er een motie van ons aangenomen, verzoekt de regering woonlastenneutraliteit voor kopers en huurders te garanderen. En dat vonden wij toen echt heel erg belangrijk en nog steeds. Maar dat waren wij heel erg blij mee. En als ik dan als reactie op het amendement van mevrouw Posma, uh, en ik snap de techniek, hè, als dat nog niet klopt, dan snap ik. Maar als de minister dan zegt, ja, maar dat kost heel, heel veel geld om mensen te compenseren, dan is er toch helemaal niks gedaan. Met dat aangenomen voorstel, voorzitter, het is toch een heel groot probleem als we nu constateren dat mensen er zo hard op achteruit zijn gegaan dat het amendement Posma heel, heel veel geld, dat waren de woorden van de minister, zou kosten. Ik denk, voorzitter, dat het gewoon een kwestie is van eerlijk zijn. Wat kan een overheid wel en wat kan een overheid niet waarmaken? Individuele garantie op woonlastenneutraliteit kan een overheid niet waarmaken, niet. En dit amendement is daarmee gewoon niet uitvoerbaar. En tegelijkertijd snap ik heel goed de zoektocht van de Kamer, en die delen we ook, om te zorgen dat we wel degelijk waarborgen bieden. Daarom is het, heb ik ook het amendement Erkens, waar ook uw naam overigens onder staat, en ook die van mevrouw Posma en nog van anderen, heb ik ook een wezenlijke wijziging van de wet genoemd, omdat daar rekening houden met wordt waarborgen van de betaalbaarheid. En dat is een wezenlijke wijziging van deze wet. Maar dat doe je dan op wijkniveau. Dat doe je dus bij de vaststelling van het omgevingsplan beoordeel je op wijkniveau, is daar voldoende voldaan aan de waarborgen die nodig zijn om het voor mensen betaalbaar te houden. Maar een individuele garantie op woonlastenneutraliteit is niet te geven. Ja. Voorzitter, ik ga nog even op een andere manier proberen. Kijk, stel nou dat de minister. Hè, die, die zegt euh, tegen de heer Meneer de hele tijd. Ja, maar wacht eens even, als u nu niet instemt, dan wordt het allemaal. Nou ja, een gigantisch probleem. Dan wordt het allemaal heel veel duurder. Stel nou dat, ik, bedoel, ik ga er even vanuit, zullen we even voor het gedacht, gaan we vanuit uit dat de minister daarin gelijk heeft. Hoe wil je dan voorkomen? Dat is dan de vraag aan de minister. Stel nou dat je dat scenario wil voorkomen. Dus je wil voorkomen dat mensen zeggen: ik doe niet meer mee. Dan moet je toch, om in woorden van minister Van der Wal te spreken, met een woestaantrekkelijk aanbod aan de deur komen. En daar zit precies ons punt. Want hoe aantrekkelijker je het maakt, hoe minder weerstand je hebt. En het is de afgelopen jaren onaantrekkelijk geweest. Ja. Dat heeft geleid tot minder draagvlak. Dus maak het nou, zeg ik tegen het kabinet, als je zo'n fan bent van die wet. Zorg dan dat je het aantrekkelijker maakt. En ja. kom met de oplossing voor juist de mensen die hierdoor straks andere dingen eh, die belangrijk zijn in het leven moeten laten. Ja, maar ik ben het hier eigenlijk mee eens. Ik ben het hier eigenlijk mee eens. dat okay. je Zegt, uh, 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 de, het zal een aantrekkelijk aanbod moeten zijn. Hoest uh, aantrekkelijk weliswaar, maar het zal een aantrekkelijk aanbod moeten zijn. Uh, want uh, want anders, anders gaan mensen natuurlijk niet mee. Anders gaan mensen daar natuurlijk niet enthousiast over worden. Maar het moet ook een eerlijk aanbod zijn. Ik denk dat daar mijn aarzeling zit bij een individuele garantie op woonlastenneutraliteit. Maar dat aantrekkelijke aanbod, ja, dat maken we nou juist mogelijk uh, met het waarborgfonds. Maken we juist mogelijk met allerlei subsidies om die warmtenetten goedkoper te maken. Uh, maken we mogelijk met de WCW die naar een andere kostprijsberekening gaat, niet meer dan nodig als uitgangspunt in plaats van de koppeling aan de gasprijs. Dat zijn allemaal stappen die heel erg helpen in dat aanbod steeds aantrekkelijker te maken. Misschien zelfs tot het niveau dat u het woest aantrekkelijk zou kunnen gaan noemen. Ja. We hebben nog iets van tien moties te gaan. Nog ja. twee amendementen. Kortom, we zijn best een eind.